Nou Hester, met de drukte valt het nu nog wel mee. De druktijd komt er wel aan. Nu bezorgen ze hier al zo'n 20% meer pakketjes. De loods is nog vrij leeg, maar Jeroen Guit, het wordt wel steeds drukker nu, hè? Het begint nu aardig te komen met de drukte, inderdaad. De echte piek verwachten we echter na de Sinterklaas, voor de kerst. Met hoeveel mensen rijden deze pakketjes weg normaal? Normaal gesproken met ongeveer 5 mensen. En met kerst zijn dat er waarschijnlijk wel meer? Dan zullen we toch richting het dubbele moeten gaan, ja, inderdaad. En wat bezorg je dan het meest? Van alles met kerst is vooral wijn en kerststollen. We zijn gespecialiseerd in vers producten en breekbare dingen. Dus kerststollen, wijn, je kan het zo gek niet verzinnen eigenlijk. Kerstbomen, bloemen, alles. De eerste orders komen al binnen. Het meeste moet allemaal na de Sinterklaas pas bezorgd worden. Dus, Nou Hester, zoals je hoort, de drukte komt er nog aan. De loods is nu nog vrij leeg, maar dat gaat straks vast wel veranderen.